Hey team, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag heb ik de video waar jullie met z'n allen massaal op hebben zitten wachten. Namelijk de uitslag van de Eilandleven giveaway. En ik weet dat jullie hier massaal op hebben zitten wachten, omdat ik denk ik meer dan 100 directe berichten heb gekregen met de vraag wanneer de uitslag bekend zou worden gemaakt. Plus alle reacties onder alle video's waarin werd gevraagd wanneer de uitslag bekend werd gemaakt. En ja, jongens, dit ga ik toch niet vergeten. Zoiets belangrijks. Ik bedoel, hallo, het is een giveaway. Natuurlijk ga ik niet vergeten daarvan de uitslag bekend te maken. En de deadline was 29 juni. Maar ja, ik was op vakantie. Dus ik had gewoon nog niet eerder de kans gehad om ook een video op te nemen en een winnaar te kiezen. Of twee winnaars in dit geval. Dus daar heb ik nu pas tijd voor. Dus sorry dat jullie even moeten wachten. Maar in het vervolg, heb geduld. Ik vergeet dit niet. Het is vet belangrijk, dus maak je daar vooral niet druk over. Maar dat gezegd hebbende, gaan we dus twee winnaars kiezen. En dat ga ik net als de vorige keer doen met een programmaatje wat ik hier heb. En dat heet YouTube Random Comment Picker. Daarom moeten jullie ook, om mee te doen in de winactie, een reactie achterlaten onder deze video. Met dit programmaatje kan ik twee reacties uitkiezen. En die twee mensen winnen dan de Sims 4 Eilandleven. Duplicate users worden gefilterd. Dus als je meerdere reacties achterhaalt, dan filtert hij die eruit. Dus dat is handig. Dan mensen die meerdere reacties sturen, hebben niet ineens meer kans of zo. Iedereen heeft evenveel kans. En ik heb 1301 unieke reacties gehad. Wauw, ik heb nog nooit zoveel reacties op een video gehad. Dus dat is best wel veel. Dus daar ga ik twee gelukkige mensen van kiezen. Dus ik heb de URL van de video hier ingevuld. En ik ga hier klikken op start en dan gaat er een willekeurige gebruiker uitkomen. Dus daar gaan we. En de winnaar van de giveaway is Meike Gewoon. En wat zij heeft gezegd is, hey, ik zou op een onbewoond eiland een hutje bouwen. Overleven redelijk vanzelfsprekend. En een aap hebben als huisdier en haar Tessa noemen. En zijn we met Tessa naar de zonsondergang kijken op het strand. Ik ga je volgen op Twitch als het niet vastloopt. Dat is allemaal prima. Maar Meike, ik denk dat ik het uitspreek als Meike. Ik hoop dat ik het goed zeg. Gefeliciteerd, jij bent de eerste winnaar. Ik ga wel nog even kijken of jouw reactie inderdaad voor de deadline is gestuurd. Want ik heb ook nog heel veel reacties na de deadline gehad. Oké, je hebt inderdaad meegedaan binnen de deadline. Dat betekent dat jij de eerste winnaar bent. Maar we gaan nog een tweede winnaar kiezen. Er is hier een knopje met pick another winner. En daar ga ik nu op klikken. Even kijken. Start, daar gaan we. Kijken wie als tweede heeft gewonnen. Spannend. Demi Kuiper, jij bent de tweede winnaar van de Sims 4 Eilandleven. En jij zou op een onbewoond eiland met dolfijnen gaan zwemmen. Alles van het eiland verkennen en het eiland opruimen als er troep ligt. Nou, dat kan nu, want jij krijgt ook eilandleven. Dus jullie twee, Meike en Demi, zijn de winnaars. Ik ga ook natuurlijk even kijken of Demi ook binnen de deadline was. Ja, Demi was ook binnen de deadline, dus dat is mooi. Dus jongens, gefeliciteerd met jullie eilandleverpakket. En nou zijn jullie waarschijnlijk heel erg benieuwd hoe je je prijs in ontvangst kan nemen. Ik wil dat je onder de video even een reactie plaatst waarin je zet dat je blij bent dat je hebt gewonnen, als het goed is, hoop ik. Met daarin, als je het hebt, je Instagram naam, zodat ik je op Instagram een direct message kan sturen met wat je moet doen. Of als je naar mijn pagina gaat, dan kan je daarbij over, kan je mijn e-mailadres zien. En dan wil ik dat je me even een e-mail stuurt, zodat ik je dan kan mailen wat er gaat gebeuren, waardoor je prijs in ontvangst kan nemen. En stuur dan ook even een screenshot mee met mijn kanaal, dat je laat zien dat je inderdaad op mij geabonneerd bent, want dat was natuurlijk een vereiste. En dan, dan stuur ik naar dat e-mailadres je prijs op. Dus heel erg gefeliciteerd nog een keer. Voor iedereen die niet heeft gewonnen, sorry, misschien volgende keer beter. Ik hoop nog meer van dit soort giveaways te doen, want ik vind het ook hartstikke leuk om dit soort video's te maken natuurlijk. Want het is altijd leuk om dingen weg te geven. Dus dat was het voor deze video. Iedereen heel erg bedankt voor het meedoen en heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!